Er zijn hele mooie tips. Laten we die even opzommen. Eén is als je het product niet kan vinden, zoeken op image. Dat kan via AliPrice, die tool die Rob net benoemde. Maar Alibaba heeft ook een ingebakken image search. Dus als je op de zoekbalk klikt, dan kan je daar een foto uploaden. Dus dan kan je op image search doen. Uh, twee is, vraag leveranciers die soortgelijke producten maken, of zij nog meer producten in het assortiment hebben of aan die producten kan komen. Want vaak merk je dat ze niet alles op Alibaba zetten, dat ze nog achter de hand wat hebben, of dat ze in hun directe kringen kennissen, de buren, whatever, hebben die het desbedreffende product kan maken. Dus hè, eigenlijk gebruik je de fabrikant als sourcing agent. Uh, drie is wat erop zij uh, maak gebruik van een sourcing agent: een partij die dit voor jou gaat zoeken. Uh, dan besteed je het volledig uit. Um, en ik gooi er nog even een vierde in. Um, gebruik nog een andere site dat ook van Alibaba is. Dat is 1688.com. Dat is meer de Chinese Alibaba variant. Hou daar echt rekening mee. Um, dat nou, één. De prijzen zijn zo goedkoper. Twee, alles is in het Chinees. Maar dat komt omdat het vooral bestemd is voor lokale. Koop, lokale verkoop. Oké, okay? dus eigenlijk bedoeld voor China. Uh, en vandaar dat de meesten ook niet een exportlicentie hebben. Hou daar dus even rekening mee. Dus dan moet je alsnog wel uh, gaan samenwerken met een trading company of een sourcing agent om gebruik te maken van 1688. Ja.